Hey, hallo dames en heren. Leuk dat jullie kijken naar een nieuwe video van DM Truck Vlogs. Nou dames en heren, ik sta even in mijn vrachtwagen. Ik heb wat nieuws namelijk. En dat ga ik jullie laten zien. Kijk. Mijn stoeltje. Helemaal gedaan. Met hele nieuwe matten erbij. Dat is de afvalzak. Met bijna. Nou, daar liggen mijn wieldoppen. Ook hier staat mijn bijna. Andere kant ook. Dan heb ik hier de tafel liggen. Met een rommellaadje. Waar ik mijn camera-spullen heb. En voor als het donker is, kan ik zien wat ik op mijn tafel neerleg. En die zit daar aangesloten. Dus ik heb die andere. Oh, even weer zitten. Andere tafel niet nodig. Kijk, hier heb ik allemaal knopjes. Daar kan ik alles mee aan en uitzetten. Hop, zo. Dus ik ben weer blij. Maar wij gaan nu naar Denemarken. Maar tenminste, we gaan eerst naar Duitsland. Gaan we koppelen. En dan gaan we naar Denemarken toe. Ik zeg. Tot strakjes. Zo, nou dames en heren, we gaan nou even draaien. We hebben net getankt. Exact 700 liter er weer bij gegooid, maar stond de helft. Zo, op nul zetten. Zo. Ja, dan gaan we 15 kilometer rijden. En dan gaan we wachten op de collega. Ondertussen even 3 kwartier de deur opzetten. Want, houd je mond even, TomTom. Ik probeer het uit te leggen. Maar zoals ik net al zei, we gaan even koppelen. En dan gaan we richting Torstrup. Brunby in Keuven. En dat is in Denemarken. Dus ik mag weer even een keertje lekker mijn eigen werk weer doen, zoals ik het altijd doe. Maar dat is het werk wat ik het leukst vind. Dus wij gaan die kant op. En we hopen om 2:15 het eerste bootje te halen. Ik denk niet dat het hem gaat worden, want dan had hij er nou al moeten wezen. Dan had ik er ook al moeten wezen. Maar hij is hem niet. Dus we gaan het meemaken. Ik zou in ieder geval zeggen, veel kijkplezier en tot strakjes. Nou dames en heren, we zijn er weer. We zijn net voorbij Hamburg. Ik heb mijn lampjes even uitgetest, die is de knopje. Dus op mijn dashboardtafel, die laat ik vanavond wel even zien voor ik ga slapen. Maar dan zien jullie mij ook wat beter. Ja, ik moet er niet recht in kijken, want ben ik blind. En ik heb voor zeker dat lampje ook maar even aangezet, deze zo, hoppa, hapse flaps. Nou, we zijn net voorbij Hamburg, dus we moeten nu nog een kleine 128 kilometer. Dan zijn we bij het eerste bootje. Dat is het bootje van Puttgarden naar Rødby. Ik hoor van alles trillen, joh. Ik denk van jeetje. Cool, ik ben helaas koffie vergeten te zetten, maar goed, hè. Proost. Een blikje suikerwater doet ook wat goed. Het begint een beetje te regenen nou. Maar ik kan helaas niet meer filmen, want we rijden nu echt gewoon de nacht door. We zijn al bijna 3 uur onderweg. Het is ook 10 voor 1, 's nachts. Heel slim, 10 voor 1. Het kan moeilijk donker zijn om 10 voor 1 's middags. Maar dit is al niet meer, wij zijn weer onderweg. En ik wens jullie nog veel kijkplezier. En tot strakjes. Even verzilveren. Bij de slagboom. Ik moet staan op spoortje 19, zei hij. Zo, even te verder vandaan. Maar goed, maakt niet uit. Hij heeft hem binnengekregen. Even kijken, groen. Ja hoor. Op, gas erop. We rijden uit bij het bootje, het eerste bootje. Dat is van Puttgarden naar Rødby. Spoor 19, had ik gezegd. Nou, dan gaan wij de hele tyfusbende, de hele meute gaan we voorbij. Ik zal even netjes blijven. Hij zit spoor 19, nou prima, dan gaan we op spoor 19 staan. Hoppa, zo. Schuif rechts.
De hele reuter met teut. Voorbij! Gaat de handrem erop en dan gaat het ding op pauze, de babbelaar. En die begon alweer te blazen. Met pauze maken, pauze maken, pauze maken. Ja. Maar ik heb pas 4 uur en 16 minuten gereden, dus nu mag het nog. Ik ga het zo even filmen als het bootje op gaat. Die is toevallig nog lang niet, dus dat scheelt. Dus ik zeg, tot straks. Eerst even lekker hapje eten, een beetje verdrinken, een sigaretje doen. Maar ik zie jullie zo als we weer voor de boot rijden. Tot zakjes. Nou, dames en heren, ik weet niet of jullie het horen, want er staat behoorlijk wat wind. Maar we zijn aan het varen. Ik zal eens kijken of ik kan draaien de camera. Nee, helaas, ik kan hem niet draaien. Ik film nou even met mijn telefoon. De camera is gewoon op statief. Maar het is pittig donker. Het waait heel hard hier ook. Echt heel hard. Ik ga nou terug naar de cabine. Mag officieel niet, maar ik ga eventjes mijn ogen sluiten. Even lekker op bed liggen. En dan over een kleine 20 minuutjes zijn we aan de overkant. Dus ik zie jullie zo weer. Ik heb eruit. Wat was zo gebeurd? Geen idee waar de uitgang hier is, maar we vinden het wel. Hier zie je even de foto. Ik zal van de kant gaan. Hier ook, zie je de foto van hoe wij stonden te lossen. Maar ja, wel geteld één hele pallet. Maar ja, ik moest even zoeken en ik moest de andere chauffeur eventjes ophalen. Kijken, dit. Geen idee. Volgens mij ben ik gewoon dik aan het verdwalen nou weer. Ik heb geen idee waar ik heen moet en waar de uitgang is. Ik denk dat ik wel letterlijk rondjes aan het rijden ben nou. Hier ben ik net ook al geweest, joh. Ah, gewoon gloeiende dat je haapsnurkers. Oh. Nou, we zijn op de groentemarkt. Ik ga eens even kijken waar ik heen moet. Eén momentje. Daar staat Sven met zijn dochtertje. Dus, die hebben we net even wegwijs gemaakt en even geholpen hier op de bloemenmarkt. Ja, ik weet het. Maar ik heb hier nog ergens een adres. Ik moet alleen even kijken waar die zit. Waar de uitgang zit. Tom zegt hier rechtsaf straks.
Even kijken. Dan gaan we eens eventjes koekeloeren. Ik denk dat het, want wij kwamen inderdaad wel daar vandaan. Weet je wat, we gaan het gewoon proberen. Ja, rechts. Oh jawel, kijk. Ja, kijk. Patse flats. Serieus, dank u wel meneer. Vriendelijk bedankt maar weer. Nou, gaan we weer. 591 kilometer en dan zijn we weer thuis. Althans, op de zaak. Ik ben altijd thuis, ik neem mijn huis mee naar mijn werk. Mijn werk is mijn huis. Het wordt nou allemaal te verwarrend. Even kijken. 750 meter, ga rechts. Blij met zijn knutselaartje. Nou, we gaan weer even een stukje rijden. Dus ik zeg tot zo.
weer op de terugweg. Het is ondertussen 9:45, het zonnetje schijnt. Het is bloedverziekend heet. Oh, mijn tompom valt om. Ja, lekker weer. Lekker. Zo, moet je nat maken. Zo, op de raam met. En blijf geplakt. Zo. Dank u vriendelijk. Even een beetje draaien, dan zie ik niks meer. Maar goed, we zijn op de terugweg. We zijn nu richting het bootje. Dat is nog een 18 kilometer rijden, zet dat ding. Oh, dat klopt wel, 118 kilometer rijden. En dan zijn we er alweer en dan gaan wij eventjes lekker de gordijnen dichtgooien. En ik ga eerst eens even lekker eten op de boot, want ik heb een beetje honger. Ik zeg, geniet nog even van een mooi uitzicht, want het is nou mooi weer. En ik zie je straks wel weer.
Nou, dames en heren. Oh, ik zal even. Nou, dames en heren, zoals je ziet. Ik heb een heel mooi uitzicht hier in Duitsland. De gordijnen zijn dicht. Dus ik ga lekker slapen zo. Ik ben helemaal kapot. Ik ben echt gesloopt. Ik ga nog wel even een klein filmpje kijken en dan is het klaar voor vandaag. Dus ik sluit bij deze ook de vlog af. Ik wil jullie hartelijk bedanken voor het kijken. Vergeet niet even een blauw duimpje omhoog. En even te liken op deze... Goedemorgen, ik ben echt moe. Vergeet niet even een blauw duimpje omhoog, deze video te delen en te abonneren op mijn kanaal. Als je nou dingen wil veranderen aan deze video's of andere video's, laat het even hieronder weten, want tips zijn altijd welkom. Ik zeg dank jullie wel voor het kijken en tot de volgende.